Vlaams Belang vroeg en kreeg vandaag een actualiteitendebat in het Vlaams parlement. Meneer De Winter, wat was de aanleiding van dat debat? Wel, de aanleiding was duidelijk. Minister-president Yves Leterme heeft een paar dagen geleden aangekondigd dat hij lijsttrekker zou zijn voor de senaatslijst van de CD&V. En dat zorgt er natuurlijk voor dat heel wat mensen zich terecht vragen stellen over de toekomst van de Vlaamse regering en over de invulling van het ambt van minister-president Leterme. Wat verwijt u Leterme precies? Wij verwijten Leterme dat hij woordbreuk pleegt, dat hij de Vlaamse kiezers verraadt. Want toen hij aantrad in 2004 heeft hij uitdrukkelijk gezegd: ik blijf minister-president samen met mijn ministers voor de hele legislatuur. En dat is maar logisch ook. Dat doet hij niet. En hij gaat halverwege weg, net zoals Patrick de Wal dat heeft gedaan in het verleden. En dat vinden we bijzonder grof, omdat uiteindelijk daardoor blijkt opnieuw dat de Vlaamse regering, het Vlaamse parlement, ondergeschikt is aan het federale niveau. Dat betekent ook dat hij hier niet meer moet terugkomen. Want hij brengt daarmee, met zijn overstap naar het federale regering, uiteindelijk die Vlaamse regering in het gedrang. Het beleid zal daar onder lijden. En dit wordt een regering van aflopende zaken, van stilstaande zaken. Rien ne va plus. De meerderheidspartijen gunnen elkaar het licht niet meer in de ogen. Want Leterme is vanaf nu verkiezingskandidaat in plaats van minister-president. In plaats van minister-president van alle Vlamingen te zijn, dient hij het plat electorale belang van zijn eigen partij, de CD&V. En misbruikt hij de Vlaamse regering als trampoline, als springplank voor zijn persoonlijke ambitie om eerste minister te worden van de federale regering. En om de CD&V natuurlijk opnieuw in een meerderheid te loodsen op federaal niveau. En wat verwacht u nu concreet van Yves Leterme? Ik verwacht van Yves Leterme dat hij ontslag neemt als minister-president. Dan mag hij voor mijn part, alhoewel ik het niet goedkeurt, voluit gaan voor de federale verkiezingen. Maar dan creëert hij tenminste duidelijkheid over zijn positie hier en over het lot van de Vlaamse regering. Dat doet hij niet. Hij durft blijkbaar niet de moed van zijn overtuiging in de praktijk brengen en voluit kiezen voor het federale niveau. Hij twijfelt en weifelt, hij draait rond de pot, hij keert en hij draait om uiteindelijk misbruik te kunnen blijven maken tijdens de campagne van de autoriteit en het gezag die de functie van minister-president uitstraalt. Vindt dit bijzonder pijnlijk en spijtig, omdat hij daardoor niet alleen woordbreuk pleegt ten aanzien van zoveel Vlaamse kiezers, maar opnieuw ervoor zorgt dat het Vlaamse parlement, de Vlaamse regering, geen enkele rol zal spelen bij de komende regeringsonderhandelingen, bij de communautaire onderhandelingen, die nogthans zeer belangrijk zijn voor ons parlement en voor de Vlaamse regering, omdat we bijkomende bevoegdheden moeten kunnen verwerven hier in het Vlaams parlement en zeker in de Vlaamse regering. Meneer De Winter, dat lijkt mij zeer duidelijk. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan.